Je zou denken dat na de spektakels 14 de Musical en Aladdin het nu tijd is voor wat intiemere musicals. Maar met de 20, 30 acteurs op het toneel met Titanic zet de trend zich voorlopig voort. Wij wensen de productie Titanic een behouden vaart! Ja! Je hebt al een verpletterend optreden gegeven, niet in je eentje, maar met 20 anderen op de Uitmarkt. Ja, dat was mooi, hè? Dat was indrukwekkend. Ja, maar dat is ook, en daar was ik heel blij om, het was natuurlijk in al zijn simpelheid, Carstensen en dingen weer, maar het was gewoon later de muziek en de mensen en de mooie kostuums die we aan hadden, vond ik, en het enorme orkest, dat doet werken. Dat moment was zo fijn op de Uitmarkt, dat was echt heerlijk, dat je voor het eerst weer echt dat gevoel inderdaad van daar gaan we weer. Dat was echt heerlijk. En het hielp ook heel goed mee dat het er allemaal al zo mooi uitzag. En de kostuums en de pruiken waren echt ook zo mooi. En die muziek is natuurlijk echt de eerste keer dat we samen zongen met z'n allen was echt kippenvel. Je kunt heel veel zeggen over Titanic en over hoe je het wilt doen en hoe je het gaat doen. Of je wel een zinkend schip hebt of niet, met hydrauliek of niet. Die muziek, het is zo'n ambachtelijk. Het is bijna tegenwoordig vloek in de kerk als je het bij een musical hebt over de muziek. Maar het is zo gewoon klassiek mooie muziek. Ja, ja. Van mooie Justin. En het is niet voor niks dat het toen al Tony won. Dus dat alleen is al voor mij de reden om dat te willen doen. Er zullen heus mensen binnenkomen die zeggen, wanneer krijgen wij My Heart Will Go On? Maar ik hoop ook dat ze na een kwartier dat nummer al min of meer vergeten zijn. En dat de impact van de voorstelling dusdanig groot is. Want los van het liefdesverhaal van de film, is de opbouw van de film en de voorstelling eigenlijk precies hetzelfde. Het zijn klassen, die eerste, tweede, derde klasse op een schip. Mensen met hoop, mensen met dromen, mensen met ambitie. En uiteindelijk gaat het mis. Gaat het gruwelijk mis. We hebben geen Leonardo DiCaprio. We hebben geen Kate Winslet. En jullie hebben Brecht van Arnhem. We hebben wel heel veel andere mooie mensen. Dus kom maar goed. Ik ben absoluut niet bang dat mensen teleurgesteld raken. Weet je, het materiaal is zo mooi. Dus als je komt kijken, ben je daar zeker van onder de indruk. Ja, de champagne komt ineens voorbij. Je ziet mijn ogen al gaan. Je bent bang de boot te missen. Ja, de champagne te missen. Nee, maar het materiaal is zo mooi dat sowieso indruk gaat maken. En inderdaad, wat ik al zei, het is sowieso anders dan een film. Want we volgen andere mensen, maar we volgen mensen die daadwerkelijk op die boot hebben gezeten. Dus ik ben Kate McGowan en zij heeft een Wikipedia pagina, weet je, zij heeft bestaan. Dus, en dat is wel heel erg leuk en dat is wel heel anders dan een film. Het is not dan bestaande producties te vergelijken met hun voorgangers, maar ik ga toch doen. Maar ik ga je niet vergelijken met de film. Wat mij nog bijstaat van de Joop van den Ende productie van jaren terug, is dat ik heel veel gelachen heb om John van Eert, jouw rol. Ja, dat klopt. Dat kan ik me ook nog herinneren. Ik heb die show ook gezien in Rotterdam. Was overigens de eerste musical waar ik zonder mijn ouders naartoe ging, met alleen mijn broertje. Dat is stoer. Dat zit nog echt in mijn hoofd. En ik kan me dat ook nog heel goed herinneren, dat ik heel erg moest lachen om John van Eert. Zou je die rol nu vergeten om jezelf te zijn in die rol? Ik kan me de details niet meer zo goed herinneren. En dat is denk ik wel goed. Dus ik weet dat het een komische rol was. En ik hoop dat nu ook weer zo gaat zijn. Maar ik moet daar wel echt mijn eigen versie van maken. Want ik ben een heel ander type dan dat John is. Dus het gaat. John is niet te evenaren. Nee, sowieso niet. Nee. Nee, zeker niet. Dus, dit is sowieso een hele andere versie dan dat die van Joop van den Ende toen was. Dat was echt een enorme, met een kantelend schip en een enorme productie met bewegende dingen. Decor en technisch en moeilijk en veel grotere cast, enorm orkest. Dit is een wat intiemere versie. En ik denk dat dat juist dus ook heel sterk gaat werken. Dat het allemaal wat intiemer is, meer ingezoomd op het verhaal en minder op het spektakel. Want het is een prachtig verhaal. Dus in niks te vergelijken, denk ik, met hetzelfde.
hetzelfde materiaal, maar een totaal andere voorstelling. Heb jij nog de kans om een Paul van Ewijk touch te geven aan, aan het geheel? Ja, gelukkig wel. Ja, het was heel prettig dat we... De voorstelling dateert uit 96, dus hij is 25 jaar oud. Er zijn in de loop van de jaren wel wat veranderingen doorgevoerd. Maurice Jeston, de componist, heeft ook nieuwe nummers gecomponeerd die erin zijn gekomen en er ook weer uit zijn gegaan. Dus het was aan mij in de bewerking die ik gemaakt heb om die keuzes te maken, wat ik wel wilde, wat ik niet wilde. En nou, die heb ik gemaakt. En verder zit mijn handtekening ook weer heel erg in de vormgeving. En met wat je met de voorstelling wilt uitstralen en wil gaan vertellen. Ja. En dat is, zit in het decor, wat ik je nu niet prijs ga geven, maar het wordt mooi. Ja. Laat me raden. 4 ledschermen. Geen ledschermen. En zelfs geen schip. Kan je nagaan. Maar toch wel een dek, hoop ik. Of een reddingsboot. Een wat? Een dek of een reddingsboot. Kom maar kijken, Frans. We willen altijd een nieuw gezicht spreken en Pepijn, jou hebben we even geplukt van de champagnetafel. Ja. Waar kom je vandaan? Ik heb Fontys muziektheater gestudeerd, de bachelor en de master. Daarna ben ik Aida Cruises gaan doen in Duitsland. Okay. Ja, en vervolgens heb ik Mozart in Antwerpen gespeeld. En er was... Heb ik je dan gezien? Je hebt me vast gezien. Ik was cover Colorado. Dus ik was ensemble en cover Colorado. Dat was, met Ruben van Keer. Oh, daar ben ik geweest. Ja, nee, absoluut. Het was een prachtige productie. Ik heb Sprookjespokkelaar de tour gedaan. Dus ik heb Dieter Spileers overgenomen in de tour door Nederland. Dat was ook geweldig. Heb ik ook met Wieneke gespeeld. Waren we een koppeltje. En afgelopen seizoen Soldaat van Oranje. Marijn, ja. Hoe voel je je om deze rol weer te spelen na je wedergeboorte? Ja, nou, ik voel me wedergeboren. Ik voel me, ja, nou, in de positieve zin, ik ben echt super blij dat ik er ben. En ik voel me als echt wel Marijn 2.0. Maar ik ben ook wel anders. Ik ben fysiek. Ik was supersterk en ik heb gevoeld hoe kwetsbaar een mens is. En nou, dat neem ik nu ook nog mee. En dus ik vind het wel, het wordt een hele pittige tour. En dat wordt ook wel, wordt een leuke uitdaging. Maar ik voel qua energie en qua lust en zin om te gaan werken, heb ik echt enorm veel zin in. Ja, dus lichamelijk een andere Marijn. Maar ook nog een andere acteur geworden. Dat vind ik een goede vraag. Dat moet nog gaan blijken eigenlijk. Natuurlijk. Ik heb natuurlijk wel een paar dingen ook door corona en mijn soloprogramma wel nog een paar keer gespeeld. Kijk, sowieso is het voor mij, na alles wat ik solistisch heb gedaan, de eerste keer echt weer sinds 12 jaar dat ik in zo'n grote productie ga. Eigenlijk sinds Zorro. Je bent eigenlijk al heel veel ensemble stukken gewend. Ja. 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 Dus jij verstaat de kunst van niet verdrinken in de massa. Absoluut. Ja, ik was ook swing in Soldaat van Oranje, dus zelfs dan wel onstage swing. En dan heb je wel eens dat je onstage iemand ziet neergaan, of in ieder geval waarvan je ziet van dat gaat niet helemaal goed. Dus dat is ook de kunst inderdaad van het snel inspringen. En ik denk met deze productie dat we dat ook zeker gaan doen. Dat we, ik heb een betrekkelijk klein aandeel zelf. Ik doe heel veel, maar niet solistisch. Maar daarin heb ik wel de kans om waarschijnlijk veel te gaan overnemen en veel te redden wat er te redden valt als het nodig is. Wat we niet hopen. We gaan het zien. Ik heb wel heel veel zin en ik voel me wel heel kalm. Als in, ik heb heel veel zin om erin te gaan. Ik heb niet zoiets van ik moet iets laten zien of zo. Dus... Helpt het mee dat je nou zo goed als ingebed bent in een cast van nou hoeveel mensen? 28? Ja, ja, dat helpt zeker mee. En wat ik ook heel erg leuk vind is dat het super gemixt is. Dus je hebt echt wat mensen, weet je, het is echt heel gevarieerd qua leeftijd, qua ervaring, qua hoek waar we vandaan komen. Dus ja, dat maakt heel erg, dat iedereen heeft volgens mij wel echt zijn eigen kwaliteit. Dat vind ik wel leuk. En
vitaal die sector ook na anderhalf jaar lang alleen maar financiële en doffe ellende erbij staat, dat je in een weekend op zaterdag naar 14 de musical kan, wat een totale eigenzinnige kijk van Tom de Ket is, op zondag een waanzinnige ellende kan zien, in première kan zien gaan met alles erop en eraan, en dan nu een perspresentatie Titanic. Ik denk eerder dat we blij moeten zijn dat er zo'n breed aanbod is, dat dat heel prettig is, dat er ook een musical bijna doorgecomponeerd richting de Broadway Opera gaat, wat grote koorpartijen, grote zang. Ik denk dat het elkaar alleen maar kan versterken in de breedte van het aanbod. Hoe mooi is dat dat het naast elkaar bestaat? Dat vind ik de kracht en de vitaliteit van het vak. In the best,